Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, luisteraars. Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste, Jezus Christus. Hij is de onveranderlijke en wonderbare God, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Het is vandaag donderdag 2 februari 2023 en vanmorgen mogen we verder gaan met het lezen, het luisteren en het overdenken van Gods woord. Dat willen we doen vanuit Genesis 17, vers 15 tot en met 27. Mijn naam is Andrien Gilaert. Ik ben predikant van de Evangelische Broedergemeente Aruba. We danken u, o trouwe God en Vader, dat u ook vanmorgen ons uw zegenrijke belofte wil schenken. Met dit woord dat wij vanmorgen zullen lezen, worden wij eraan herinnerd dat u een God van trouw bent, een God die nooit verandert, een God die zijn beloftes nakomt. We lezen met elkaar eerst de dagwoorden van vandaag, donderdag 2 februari 2023. Het dagwoord is genomen uit Jeremia 1 vers 12. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1 vers 12. Het vers uit het Nieuwe Testament komt uit Mattheüs 5 vers 17. Jezus zegt: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Mattheüs 5 vers 17. Het bijbehorend lied uit het liederboek, lied nummer 101 vers 1. Jezus mijn heiland, groot is uw liefde. Gij kwam op aarde tot redding van mensen, om hen van zonden eeuwig te bevrijden. Dank, Heere Jezus. Dit lied is ook een heel bekend lied dat we zingen in onze kerken. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Hij kwam op aarde tot redding van mensen, om hen van zonden eeuwig te bevrijden. Dank, Heere Jezus. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. My blessed Savior, I
I surrender all. Laat ons nu met elkaar het schriftgedeelte lezen dat zo meteen als overdenking is op deze ochtend. Ik lees met u uit de basisbijbel en ik lees vanuit Genesis 17 vers 15 tot en met 27. Verder zei God tegen Abraham, noem je vrouw niet langer Sarai, maar Sarah. Want ik zal goed voor haar zijn en ze zal de moeder worden van jouw zoon. Ik zal haar zegenen, zodat er volken uit haar zullen ontstaan. Er zullen ook koningen uit haar ontstaan. Toen boog Abraham zich diep, maar hij lachte bij zichzelf en dacht, ik ben al bijna 100 jaar. Zou ik dan nog een kind krijgen? En Sarah is al 90 jaar. Zou ze dan nog in verwachting raken en een kind krijgen? En hij zei tegen God, Heer, laat uw beloften alstublieft voor Ismaël zijn. Maar God zei tegen hem, nee, je vrouw Sarah zal een zoon krijgen. Je moet hem Isaac Gelach noemen. Met hem zal ik mijn verbond sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hem en zijn familie na hem. Wat Ismaël betreft zal ik doen wat ik je vraag. Ik heb hem gezegend en hij zal een heel grote familie worden. Er zullen 12 koningen uit hem geboren worden. Ik zal hem tot een groot volk maken. Maar met Isaac zal ik mijn verbond sluiten. Volgend jaar om deze tijd zal Sarah moeder van Isaac zijn. Toen was God uitgesproken en ging bij Abraham weg, terug naar de hemel. Diezelfde dag nog besneed Abraham zijn zoon Ismaël. Ook besneed hij al zijn slaven, de slaven die in zijn huis geboren waren en de slaven die hij had gekocht. Alle mannen in zijn huis, zoals God tegen hem had gezegd. Abraham was 99 jaar toen hij zich liet besnijden. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen hij besneden werd. En op de dag dat God het had bevolen, werden ze allemaal besneden, samen met alle andere mannen die bij Abraham hoorden. Tot zover de schriftlezing, Genesis 17, vers 15 tot en met 27. Oh yeah. Things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Lift it up. Let me hear you. Power and love, it's me.
Heer onze God en Vader, we danken u voor uw woord, waardoor u vanmorgen weer tot ons spreekt. Ik bid u in de naam van uw Zoon Jezus Christus, om ons te verlichten wanneer wij luisteren, en mij de woorden in de mond te leggen opdat alles wat ik zeg mag zijn tot eer van uw naam. Geprezen zij uw naam, o God en Vader. Amen. Broeders en zusters, wij kunnen door de vele communicatiemiddelen die er nu zijn, op verschillende manieren verbindingen leggen, verbinding maken of verbinding hebben, contact hebben met elkaar. Mensen kunnen dat door de vele communicatiemiddelen, kunnen we via de telefoon, we kunnen videocall houden, we kunnen elkaar contacten of in verbinding met elkaar staan via Snapchat, via Instagram. U kent al die mogelijkheden die we hebben via social media. En toch schort het vaak aan verbinding, contact tussen mensen onderling. We zien dat verbindingen tussen mensen verwaterd raken, verbindingen, contacten worden verbroken, bewust en onbewust, en mensen raken elkaar kwijt. We lezen vandaag in het Bijbels verhaal over God en Abraham. Het gaat in dit verhaal ook over verbinding, contact. Verbond wordt vaker genoemd in dit hoofdstuk, hoofdstuk 17. Het gaat om de verbinding die God met Abraham maakt nadat hij na 13 jaar de zoon gehad heeft met Hagar, de zoon Ismaël. God is niet boos op Abraham, maar God herhaalt de belofte die hij gedaan had aan Abraham. En God zegt, ik zal een eeuwig verbond met u sluiten. Een verbond. En dat verbond moet bezegeld worden. God wil dat Abraham een handeling verricht, zodat dat verbond bezegeld kan worden. En wat Abraham moet doen, is dat hij allen van het mannelijk geslacht moet besnijden. Iedereen die hoort bij Abraham, zijn huis, zijn gezin, alles wat hij bezat, allen van het mannelijk geslacht moesten besnijden worden. De besnijdenis is dus een zichtbare teken van het verbond tussen God en Abraham. De toewijding aan God. Het gaat er in Genesis 17, broeders en zusters, luisteraars, niet om dat er voor het eerst een mens wordt besneden, maar dat de besnijdenis drager wordt van deze bijzondere betekenis. Het mogen delen in Gods verbond. In gehoorzaamheid heeft Abraham ook de opdracht van de Heer uitgevoerd. En allen van het mannelijk geslacht die bij hem hoorden, werden besneden. Ook de slaven en het vee. Abraham kreeg een nieuwe naam. Abraham. Een nieuwe naam staat in het geloof voor een nieuw begin met de Heer. Want de belofte die de Heer gemaakt heeft, houdt hij tot in eeuwigheid. Wanneer God een verbond sluit, dan is het niet iets wat geldt voor één dag of een tijdje, maar het is van eeuwigheidswaarde. In het Oude Testament zien we de besnijdenis als het zichtbare teken van het verbond tussen God en Abraham. We zien dat ook in de christelijke kerk een teken gebruikt wordt, de doop. Bij de doop in de christelijke kerk wordt ook op dit hoofdstuk Genesis 17 teruggegrepen. De kinderen van gelovigen worden gedoopt zoals Abraham's kinderen werden besneden. De doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis en is een teken van Gods belofte om voor altijd de God van onze kinderen te zijn. Een oproep om die God
een leven lang te vertrouwen en trouw te zijn. Ik zei aan het begin dat verbindingen, contact tussen mensen kan verwateren, verbroken kan worden, bewust en onbewust. Maar onze God, de God die we in de Bijbel zien, is niet een God die uit is op een overeenkomst of een zakelijk contract, maar God zoekt relatie met ons. Hij wil een levende gemeenschap tussen ons en we zien in de Bijbel dat God een levende gemeenschap wil tussen hem en zijn volk. En daarbij wil God zijn liefde aan ons geven. En die liefde die God aan ons schenkt, moeten we beantwoorden, wederliefde. En trouw bewijzen aan God en zijn belofte en zijn geboden. God laat zich in Genesis 17 zien aan Abraham, maar ook aan ons als El Shaddai, de ontzagwekkende God, de almachtige, grote, sterke God. En we worden uitgenodigd om een relatie te hebben met deze God. In het Nieuwe Testament zien we dat het niet langer gaat om de besnijdenis, maar dat het gaat dat God ons hart geheel en al wil. Ons hart van vlees moet een hart worden dat toegewijd is aan de Heere. En daarom heeft Hij ons zijn Zoon Jezus Christus geschonken, zodat wij een leven mogen leiden toegewijd aan Hem. Die liefde die God ons geschonken heeft door zijn Zoon Jezus Christus, moet niet onbeantwoord blijven. Het lied bij de dagwoorden van vandaag is ook zeer sprekend. Jezus, mijn Heiland, groot is uw liefde. Gij kwam op aarde tot redding van mensen, om ons mensen van zonden te bevrijden. En daarop zeggen wij, dank Heere Jezus. Hij is gekomen om mensen te redden en ons te verlossen van onze zonden, eeuwig te bevrijden. En wij zeggen daarop, dank Heere Jezus. Die besnijdenis als teken van het verbond tussen God en Abraham in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zien we dat God dat hart van ons wil, volledig toegewijd aan Hem, om zo in verbondenheid te leven met God, om zo die liefde die Hij aan ons geschonken heeft, om die liefde aan te nemen, te accepteren. Het verbond dat God met Abraham sloot, geldt ook vandaag nog. Het is niet alleen voor het volk van Israël, het is ook voor ons. God zegt ook vandaag opnieuw tegen ons, door deze belofte die wij mogen lezen over het verbond van God, jij bent van mij. Broeder, zuster, luisteraar, jeugdige, wie u ook bent, God is een God van liefde. Hij houdt van u. Hij zoekt ook vandaag weer naar dat contact met u. En wanneer God ons zo uitnodigt om bij hem te komen, dan kunnen we niets anders doen dan tot hem gaan. God zegt vandaag, je bent van mij. Ik zal voor je zorgen en ik zal je nooit verlaten. Je naam staat opgeschreven in mijn handpalm. Deze bijzondere relatie, dit bijzonder verbond dat God gesloten heeft toen met Abraham, geldt nog steeds. En wij mogen ook onderdeel zijn van dat verbond. Want God wil een leven lang, ons leven lang, altijd weer in verbinding staan met Hem. Wanneer wij in geloof dit aannemen, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat wat God beloofd heeft, nimmer zal vergaan. Hoe kunnen wij, hoe kunt u, hoe kan ik laten zien dat ik in verbinding sta met God door tot Hem te gaan, door te bidden,
door zijn woord te lezen, maar vooral door God op de eerste plaats te zetten in ons leven. Wat hij toen gedaan had bij Abraham, kan hij nu nog steeds doen bij u, bij mij, bij ons allen. Mag de Heere ons ook vandaag weer helpen om zo een leven te leiden toegewijd aan hem. Op de eerste plaats ons hart aan hem wijden. Dat hart van vlees, dat hart dat hoort bij de Heere. Neem over God en Vader en gaat uw gang in ons leven. We loven u, we prijzen u, we zeggen u dank dat u zo heel dicht bij ons weer komt vanmorgen door uw woord. En we willen in verbinding blijven met u, o Heere. En daarvoor hebben we geen enkel modern communicatiemiddel nodig. Wat we nodig hebben is uw woord. Uw woord dat richtsnoer is in ons leven. Uw woord dat ons de weg wijst. En uw woord kunnen we horen. Als wij ons hart openstellen en zeggen, hier ben ik, o God en Vader, spreek tot mij. We nemen ons woord in u op en we danken u dat wij ook vandaag hieraan herinnerd worden. Het eeuwig verbond dat u met ons bent en met ons gaat. Door uw Zoon Jezus Christus hebt u dat mogelijk gemaakt. Geprezen zij uw naam. Amen. All I have within.
Geliefde broeders en zusters, luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van de morgenwijding voor vandaag, donderdag 2 februari 2023. Vandaag hebben we opnieuw de kans om ons hart geheel te geven aan de Heer, toegewijd te leven aan Hem. God zal ons daarbij helpen als wij ja zeggen. Ik groet u en ik zeg graag tot morgenochtend. Dominee Andriën Gilaert van de Evangelische Broedergemeente Aruba. Goedemorgen.